Ja, ik zit hier samen met Esther Vergeers. Ze stond jarenlang aan de top van het rolstoeltennis. En ze deelt haar ervaring als topsporter met ons. Esther, je hebt de gouden medaille meegenomen. Waarom? Ja, dit is toch echt alles waar het om draait als topsporter zijn. Dit is het ultieme doel wat je wil bereiken. En eigenlijk kom ik er steeds meer achter dat de weg er naartoe en de kleine verbeteringen die ik in mijn leven als topsporter heb behaald, dat eigenlijk wel misschien wel de mooiste momenten waren uiteindelijk. Oké, kun je die ervaring ook vertalen naar een werkomgeving? Ja, ik denk dat als medewerker of als organisatie of als team heb je vaak hele grote doelen. Mm-hmm. En vergeten we de kleine stapjes. En vergeten we stil te staan bij de kleine stapjes die we met z'n allen maken of als individu. En volgens mij is dat juist het mooie om ook die kleine stapjes te vieren. En wat moet de manager dus anders gaan doen? Nou, heel vaak is het zo dat er een functioneringsgesprek is. 1 keer in de zoveel tijd, misschien 2 keer per jaar of 1 keer per jaar. En daar wordt stilgestaan, hoe staan we ervoor, wat gaan we doen en wat kunnen we beter doen. Maar als we die feedbackmomentjes vaker terug laten komen op de werkvloer en dus een groter doel in kleinere, hapbare brokken knippen. Ik denk dat men zich dan beter kan ontwikkelen en uiteindelijk het resultaat beter zal zijn. Dus volgens jou mogen managers wel wat korter op de bal spelen? En er moet wat vaker de tussensuccessen die moeten gevierd worden. Absoluut. Dus het grote doel opknippen in kleinere stapjes. Dat vieren en vaker feedback geven. Dankjewel.